Ik kom uit de winkel en ik zeg tegen mijn kleine meid: kom zo, ik ga alvast de boodschap in de auto doen. En, mag ik nog over spelen? Even loop ik alvast in de auto, ja? Het ging allemaal zo snel, ik weet niet meer. Zo, boodschap aan doen? Nee, ik normaal, ja. Heb je vanuit wat meegebracht? En jou, doe even normaal, hè? Die aap tussen. Hé, dansen. Zo. Oh, ga los, joh. Ja, rustig aan, rustig. Hey, hey, hey. Kijk dan, idioot. Godverdomme. Hey. We kennen de beelden intussen allemaal. En hebben dan ook de mond vol over normen en waarden. Maar wie doet er daadwerkelijk wat aan? Die toevallige voorbijganger die het risico loopt om het volgende slachtoffer te zijn? Wie zijn stem verheft, loopt risico's. Zelfs in het gematigd denkende Nederland. Toch komt het voor dat mensen dat doen. En ook hiervoor is lef nodig. Dan pas blijkt hoe groot de zwijgende meerderheid van gelijkdenkenden kennelijk altijd al is geweest. Ik heb er zin aan. At your service. Vanaf dat moment betrad de LPF de politieke arena. Met wisselend succes. In de politiek heeft de LPF het laatste half jaar haar lesje wel geleerd. We zijn er klaar voor om het de tweede keer een stuk beter te doen. Vanaf het eerste moment heeft de LPF het punt veiligheid bovenaan de agenda gezet. Dat andere partijen dit haastig hebben overgenomen, doet daar niets aan af. Deze LPF-uitzending gaat dan ook, hoe kan het ook anders, over veiligheid. Kijkt u even mee. Wat gaat de LPF straks doen aan meer veiligheid op straat? Voor ernstige geweldsdelicten komen er minimumstraffen. Wie vaker een ernstig geweldsdelict begaat, krijgt te maken met een puntensysteem dat de strafmaat bepaalt. Er komt een speciaal trainingsprogramma om vooral jongere criminelen weer op het rechte pad te krijgen. Afkikcentra worden minder vrijblijvend. Verboden wapenbezit wordt onder een zwaardere strafmaat gebracht. Er komt een actieve wapenopsporing in de horeca en het openbaar vervoer. En er komen meer camera's in risicogebieden waardoor surveillance door één agent mogelijk wordt. Dit soort dingen gebeurt dus echt op straat. Telkens weer. Nou is het genoeg! Nou is het genoeg! Meer veiligheid op straat, daar gaat het ons om. U toch ook? Meer weten over ons verkiezingsprogramma? De LPF-bus komt naar u toe. Kijk op de website voor het tourprogramma. Heb lef. Stem LPF.